vandaag een hele leuke dag. We zijn namelijk in Schoten. En we gaan vandaag een hele leuke Sinterklaas video maken. Want wij gaan lekkere dingen maken. Zo'n dramatische intro. Ja, we gaan lekkere dingen maken. Maar met wie? Met de beste patissier van de wereld. Ook echt, hij heeft echt prijzen gewonnen. Ja, van de wereld. Dus we zijn, hebben echt gezegd een hele eer dat we samen met hem mogen bakken. Ik kan nog niet wachten. Food! En we bakken dus vandaag met niemand minder dan... Roger van Damme! De nummer 1 patissier. Met prijzen en al, hè? Met patissier. Patisserie nummer 1. En hier staat zijn prijs. Hij is de beste namelijk van de hele wereld. Best Czech Pastry Award 2017. En daar gaan we dus allemaal lekkere dingen mee maken. Word echt excited. Ik ook. Ja, we gaan vandaag 4 lekkere Sinterklaas dingetjes maken. Namelijk de kasten. Namelijk pepernoten, een speculaaspop, een chocoladeletter. Ja, heel misschien ook nog. En misschien nog een banketstaaf. Ja, dat weet ik misschien. Ja. Als ze naar nou morgen opnemen. Hij zal zien hoe goed dat we zijn. We beginnen dus met de pepernoten. Ja, pepernotjes kun je heel makkelijk en heel snel maken. We nemen zelfrijzend bakje bruine suiker. Vind ik altijd super lekker. Ik neem pasta suiker, lekker Hollandse. Ik ken die bellen helemaal niet. Ik vond wel een beetje buitengesloten, maar het is oké. En dan Hollandse speculaaskruiden. Ook lekker Nederlands. Boter, 100 gram. Dat zijn de geheime recepten van Roger van Damme. Ja, eigenlijk van Sinterklaas. Dat zijn de geheime recepten van Sinterklaas. Hoe ik er ben aangekomen, dat kan ik je niet vertellen. Oké, dus we gooien gewoon alles in de pot. Alles in de pot, gewoon alles. En dat maakt niet uit in welke volgorde. Maar eerst doe ik altijd de boter. Het maakt uit in welke volgorde. Alles? Alles moet erbij? Ja, alles mag erbij. Ik ga er dit bij doen. Ja? Speculaaskruiden. Pepernoten. Nu zou ik al denken, oei, dat krijg ik niet goed. Maar je moet geduld hebben, hè. Meer boter bij. Ik zou al denken, meer boter. Van water zou ik er al bij. En dan gaan we nu kneden. Met onze handen? Met de handen. Dus gaat er maar met de handen in en maak er maar mooi. Go for it, girl, go for it. Wat je natuurlijk niet mag vergeten, dat is om eerst de oven aan te doen voor je gaat bakken. Dat hij al lekker op temperatuur is. Hoeveel graden moet dat? Koekjes 160, 170 graden. Niet te heet. Niet te heet. Doe het niet te heet. En zeg Roger, al die recepten onthoud je die allemaal in je hoofd? Of nee, ik heb een receptenboek. En ik doe nooit de bereidingswijze erbij schrijven. Oh, okay. Want je kunt 1000 recepten krijgen van iemand. Maar de bereidingswijze is heel belangrijk. Ja. En dat is dan zo'n beetje het geheim wat ik niet in mijn boekje zet. Dat moet allemaal hier op mijn hart schrijven. Oké, okay, dus je hebt wel de ingrediënten en wat je precies nodig hebt, maar hoe en alles, dat is allemaal in je hoofd. Dat zit in je hoofd. Ah. Kijk, Marie, dit mag hier ik erop doen? Ja, en dan gaan we kijken. En zijn dit recepten die ook in uw kookboeken staan of niet? Nee, deze staan niet in mijn kookboeken. Exclusief. Oh my god. Echt, zijn speciaal op pepernoten. Dat is nog eens een deeg. Mooi. Overigens erg lekker. Maak ik gewoon bolletjes en die gaan dan plat van zichzelf? Ja. Het is wel rustgevend, hebben we dat niet? Wordt er zo wel kalm van. En eigenlijk heb je hier ook niet zo heel veel afwas van, hè? Als je dat met de hand kneedt, doe ik de machine onder meer vol. Geen afwas. Lekker eten. Lekker rustgevend. Nee, komt ie. Eén van de twee. Woep. Oh nee, dat is echt niet. Dat kan echt niet. Nou, ik wel. Gooi maar. Ik zat daar en jij stond ook zo af van... Maar ik ga dit proberen. Oké, kan die. Hé? Dat was wel raak. Een soort van kopstoot. Als ik het had geprobeerd, was ik niet eens in de buurt gekomen. Nee, je bleef gewoon staan. Oeps! Zeg en Roger. Ja? Heb je al sinds kind af aan, wilde je al dingen bakken en... Toen ik 12 was, toen ook aan het bakken. Ja? Ja. Vond ik leuk. Deed ik van die Berlijnse bollen deed ik maken. Toen 12 was? Ja.
En dan deed ik ze allemaal uitdelen in de straat. Toen ik 12 was, ging ik al naar de bakkerijschool. Echt? Ja. Toen ik eigenlijk al 23 jaar was, ben ik eigenlijk bij mezelf begonnen. Waarom? Eindelijk een beetje vroeg. Dat is dus wij volgend jaar. Ja. Dus eigenlijk, het is echt je roeping. Ja, ik vond het super leuk om het te doen en nog steeds. Ik doe het nu bijna 25 jaar. Lynn, ik vind dat wij een goed team zijn. Misschien moeten wij ook een bakkers... Ja, een bakkersduo worden. Een bakkersduo. Het zingende bakkersduo. Ja. Dan zingen wij liedjes er wel over. Rollen, 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 heel de dag. Blijf dat je rollen mag. Maar volgens mij heeft Sinterklaas 1000 pieten. Die heel de dag. De hele dag. Pepernootjes te rollen. Hoe vinden jullie het? Vinden jullie het leuk? Ik vind het heerlijk, het ruikt ook zo lekker. Ja, mijn handen ook helemaal. Ze zijn niet echt super zoet. Nee, maar ik vind dat wel lekker. Dan proef je beter die kruiden. Lekker, hè? Hou die. Cookie dough. Heel. De Noortje zou nu gek worden. Allemaal ja? Zo rauw willen eten, ja. Tadaa. Hey Noor, mijn. Ah, het recept. Nou, voor de mensen die dus pepernoten willen maken, heel simpel. Ons receptje volgen en 160 graden, 20-25 minuutjes in de oven. En dan heb je deze lekkere, heerlijke kruidnoten. En zwarte piet doet het altijd. Goeie! Gelukkig hebben we er nog. Einde van de pepernoten. Wat gaan we nu maken? Speculaaspoppen. Speculaaspoppen. Maar aangezien dat we bij een heel voorbereide logee zitten, heeft hij het deeg al voorbereid. Ja. Yeah. We maken het ons niet gemakkelijk vandaag, want we gaan echt al die kleine details. Nee, we gaan ook van die grote speculaaspoppen maken. Meestal kan ik het gewoon volbrengen. Komt-ie. Ik heel spannend of dit gaat lukken. Ja, we zijn bij Roger van Damme. Van Damme. Dit moet nee, lukken. Maar ook bij mij lukken. Nou, belangrijk is wel dat hij natuurlijk overal goed ingeduwd wordt. Ja. Dat hij echt over in zit. Deze deeg heb je ook vannacht laten rusten en dat ja, allemaal goed zo. Ja. Speculaasdeeg moet je eigenlijk echt een nachtje laten rusten. Maar met de touwtjes snuiven eraf. Dus Marie, duw maar. Ja. Komt ie. Ja. Zeg nu zelf, is dit leuk of is dit niet leuk? Als het lukt, is het fantastisch. Oeh, kijk. Maar moet je hem er nu ook nog uithalen? Ja. Dus het hout gaat niet... Die gaan niet in de oven? Het hout gaat niet in de oven. Nee, want... Oh, dat dacht ik. Ik dacht dat ook. Ah, daarmee de... Ah, oh. Komt-ie. Oh, je moet het los trekken, joh. Je ziet dus wat in het begin belangrijk is voor de mensen. Dat het ook bij mij niet gelijk van de eerste keer lukt. En hoe komt dat? Omdat mijn deeg niet goed genoeg bewerkt is. Dus ik ga hem eventjes nog ietsje meer bewerken, zodat het er mooi uit kan komen. Kijk. Ja, ik ben een beetje stil. Weet je waarom? Omdat ik nog niet 100% zeker weet hoe het eruit komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ook. Ja! Wow! We hebben een speculaaspop. Hey! Kijk, een echte. Zonder bloem. Zonder bloem? Zonder bloem. Joepie! Eerlijk? En ze hebben schijnlijk door je te maken. Eerlijk? Dit was wel spannend. Nou, bewerk het. Go for it, girl! En hard in mijn hart. Laat je spierballen maar goed zien. Sterk. Ondertussen verwen ik mezelf nog even met een pepernoot. Klok in. En de nieuwe pepernoten komen eraan. Oh, nu is hij echt crispy. Dag baby, tot straks. Joehoe. Hoppakee. Hopla. En hoe lang moet hij de oven in? Ook 20 minuutjes? Tot hij gebakken is. Nee, ongeveer 20-25 minuten. Oké. Ja, misschien zelfs iets langer. Nou, altijd in de gaten blijven houden, dus goed opletten. Het zou toch leuk zijn als jij het nu gewoon vanaf de eerste keer gewoon eruit krijgt. Weet je wat wij spannend vinden? Dat jij er zo meteen ook nog eentje moet maken. Oh nee. Oh my god, oei. Marie, het lukt. Marie, het lukt gewoon, want de eerste keer... Schroot zit vast. Oei. Oei. Ja. Lukt het? Ja, hij is nog mooi. Dat ja. Ja. You did it. Volgens mij heb ik heel veel baktalent. Ik heb mijn roeping gemist.
Kan het nog? Is het al te laat? Kan ik nog? Kan ik... 2018 ben ik de winnaar van de Best Chef Pastry Awards. Jij kunt dat, maar niet. Wauw. Ja, we gaan de noten op doen. Heel belangrijk. Want ijsdrijfsel moet je erop doen, want anders blijven de noten niet plakken. De mijne gaat de mooiste zijn. Shiny, shiny, shiny. Opgepast. Oei, 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 oei. Ik denk dat ik wil eraan. Ik wil zeggen, maar ik heb wel, ben duidelijk heel getalenteerd. Ja. Proberen. Oh, als het niet lukt, dan ben ik de loser van het team. Ja. Ah. Als het bij jou voor de eerste keer ligt, is Roger de loser van het team. Ja. Natuurlijk. En het kan niet aan het deeg liggen, hè? Nee. Deze gaat nog beter zijn. Heel nog, nog, Roger, wat wil je? Nog beter? Hé, hey, die van nu is er al bijna uit. Die laat al bijna los. Oh, wow. Dit is niet normaal. Krijg ik het nog gered? Krijg ik het nog gered? Nee, maar hier is de queen. Weet al, we hebben nog eens een spelletje gespeeld. De queen. En dan was ik ook de queen. Hou je mond. Ik ben super trots, mijn eigen speculaaspop. Hij is wel een klein beetje onthoofd. Dat moet je niet zeggen. Oh, dit is gewoon even een dikke nek. Nu gaan we aan ons laatste receptje beginnen. Mm-hmm. Namelijk de heuse chocoladeletter. Een letter van... Daar zie ik van. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die goeste Sint. Een met een zweep erbij. Een vluchtende ook voor mij. Twee kaatsenballen in een net. Een letter van banket. Maar wat gaan we met de chocoladeletter doen? Wat is daar belangrijk voor? Chocolade smelten en boter erbij doen. En dan gewoon spuiten. Zit er boter in de chocoladeletter? Ja. En de reden waarom is omdat je anders chocolade niet kunt spuiten. Dus op een bepaald moment zullen zien dat die chocolade een beetje dikker gaat worden. Dat die net dik genoeg is om te spuiten. Ah, dus de chocoladeletter is nooit helemaal puur chocolade? Nee. Nee. Jawel, sommige wel. Je hebt een gespoten chocoladeletter. En je hebt een gemoleerde chocoladeletter. Ah. En een gemoleerde chocoladeletter is eigenlijk een letter wat in een vorm geplaatst wordt. Doe je de chocolade op de zoals, letter, ja. In, dat zullen de meeste, de simpele chocoladeletters uit de supermarkt, ja, die zijn meestal. Nou, jullie zijn het. Maar wij doen niet aan simpel. Nou, voor de mama's en papa's thuis, kijk, er is bijna nog geen afwas. Nee. Hé, hey, dat vind ik top. Doekje eroverheen, het is wel klaar. Chocoladeletter. Dit smelt ik altijd in de hoek. Oh, echt waar, dat mag? Ja. We moeten dan hier op zo'n pot met water en al. Nee, het hoeft niet op bij Marie, heel slecht. Op bij Marie? Op bij Marie is het niet goed? Nee, absoluut niet. Want er kan er veel te veel vocht in komen. Oh, echt waar? Ja. Al die dampen, die komen in de chocolade. En de chocolade wordt alleen maar dikker. Want chocolade en water zijn de grootste vijanden van elkaar. Overal borden, ik moet dat op bij Marie doen. 10 seconden, 20 seconden in de magnetron uithalen, roeren, 20 seconden, geen 2 minuten, want dan heb je verbrande chocolade. Maar de wereldtip van mij is smelten in de magnetron. Wauw. Maakt de volk wel pak makkelijk. Ja. En de boter smelt ook omdat de chocolade warm is. Omdat de chocolade natuurlijk warm is, smelt de boter. Hè. Een spuitzakje hebben we nodig. Deze. En een spuitmondje. Knip, 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 knip. Een plastic spuitzakje kun je overal kopen. Ja, vast slecht af. Oep. Ook weer al makkelijk. Nou, en zeg nu zelf, dit is een makkelijk receptje om te maken. Hè? Ga je het zelf doen? Zeker. Oh, spannend hoor. Maar het moeten wel allemaal toefjes dus worden, hè? Je moet dat toch zo... Nee. Ik zal er maar eentje laten zien. Nee. Ik zal er maar eentje laten zien. Dat wil ik niet. Ik zal er maar eentje laten zien. Je hebt wel geluk dat je zo'n grote naam hebt, Marie. Kijk eens mooie aan. Letter, hè? Jam. Hoe je mijn papier beweegt. Vinden we dat niet mooi voor mijn eerste? Ik vind het fantastisch.
En jij doe je eigenlijk... Goed gedaan. Oh, dat vind ik wel spannend hoor. Draaien en knijpen, toch? Het gaat helemaal mis. Het gaat helemaal mis. Lukt het? Ja! Wauw, kijk mama! Wauw. Ik ben er ook nog met mijn eigen hand ingekomen. Hier? Nee, hier. En daar ging ik even mis. Mag Jelinda bij u komen werken, Roger? Ik geef geen antwoord. Nou, met nootjes kun je veel verstoppen. Ja, jammer dat Jelinda allergisch is aan noten. Met een... Dat is veel leuker dan dat hij uit de winkel komt. Sowieso. Ons Sinterklaasfeestje van vandaag. Onze creaties. Wow. Lekker gebrande nootjes erop. Kan ik hem nog laten vallen? Hela! Ben jij trots? Zo! Het bakteam is klaar voor vandaag. Ja. Het was leuk, hè? Ja. Top. Het was heel erg lekker, het was leuk. Bedankt, Roger. Vond jij het ook leuk? Ik vond het super leuk. Dat is je eerste vlog, dit, hè? Ja, en de volgende wordt pizza's bakken met jullie. De volgende keer gaan we pizza's bakken. Nou, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Doe dan zeker je duimpje omhoog. Heel belangrijk. Vergeet ook niet te abonneren als je meer van deze video's wil zien of andere video's. En laat inderdaad in de reactie weten wat we de volgende keer gaan maken. Nou, het is dus pizza, maar wat is jouw favoriete pizza? Misschien gaan wij die wel maken. En ik wil zeker een aantal foto's zien van de receptjes. Ah, wacht, welke hashtag moeten ze gebruiken? Hashtag Rozeetje Patisseertje. Hashtag Rozeetje Patisseertje als jullie proberen... Niemand weet hoe die dat moet spellen. Hashtag Bakken met Roger. Ja, hashtag Bakken met Roger. En laat weten of jij het ook hebt gemaakt, hoe het eruit ziet, of je het lekker vond. En superleuk op Twitter, op Instagram, op YouTube, op overal. Yes. Laat het weten. Tot volgende week!